Maandag sluit de inschrijving voor Nijmegenaar van het jaar 2016. Deze prijs wordt op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente uitgereikt aan een inwoner van Nijmegen die het afgelopen jaar iets bijzonders gedaan heeft. Dat kan een voortrekker van een burgerinitiatief zijn, maar bijvoorbeeld ook iemand die een leven gered heeft of een grote prijs gewonnen heeft. Nijmegenaren nomineren zelf kandidaten via het digitaal loket van de gemeente Nijmegen. Een jury bepaalt dan de winnaar uit een voorselectie van genomineerden. Vorig jaar ging de eer naar Hendrik-Jan Derksen. Hij richtte een Facebookpagina op over vluchtelingenopvang, genaamd Welkom to Nijmegen. De prijs wordt voor de 9e keer uitgereikt. Meet in Nijmegen organiseert een ontwerpwedstrijd. Het platform voor producten van Nijmeegse makelij is op zoek naar het beste product van Nijmegen. Het product moet een hoge hebfactor hebben en mag maximaal €99 gaan kosten. Het moet, aldus de organisatie, een product worden dat de potentie heeft om Nijmegen te veroveren. Het winnende ontwerp wordt verder ontwikkeld en in productie genomen. Hier is maximaal €5.000 prijzengeld voor beschikbaar. Als het een wethouder bent van Heeslicht, wordt de J.O. City Downhill een groot evenement waar, zoals hij het noemt, de hele stad voor wel platgelegd. Met een noodvaart denderden de mountainbikers één voor één van het parcours af. Vanaf het Valkhof dwars door de Lindenberg en via de veerpoorttrappen naar de finish jump op de Waalkade.